vandaag 20 december. Buiten ligt er 30 centimeter sneeuw en hier binnen liggen een aantal volwassen mensen in het water. When I'm working as a clerk, I'm swimming into deep water. Would you help me one more time? I'm trying all my best to keep life going. John Voesenek, wat doen jullie hier in het water op dit tijdstip? Wij zijn hier aan het duiken in het lekkere warme zwembad van Rijsbergen. Ze hebben hier een heel team van duikers en wij zijn dus eigenlijk hier in het zwembad aan het vermaken. En die duikclub die bestaat al een tijdje? De duikclub die komt oorspronkelijk uit Tilburg, maar die wil eigenlijk hier in Rijsbergen ook een soort club oprichten, zodat we hier in het zwembad ook wat vaker kunnen gaan duiken, zeg maar. En is het de bedoeling dat alleen volwassenen meedoen of ook kinderen? Nou, kinderen kunnen vanaf 12 jaar ook deelnemen. Hè, want je moet 12 jaar zijn om een duikcursus te gaan volgen. Dat is gewoon wettelijk zo geregeld. En ja goed, ouder, dat kan altijd. Er is geen leeftijd aan gebonden qua oudheid. En ik zie dat jullie zijn allemaal behangen met allerlei apparatuur. Kan je eens uitleggen wat je allemaal bij je hebt onder water? Ja, wat het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we zuurstofvoorraad bij hebben. Dat is een cilinder die op de rug zit. Die zit aan een zwemvest bevestigd. Dat zwemvest dat kunnen we opblazen en leeglaten. Verder hebben we nog een loodgordel. We hebben een zwembril en een snorkel. We hebben een loodgordel nodig om ons gewicht zwaarder te maken, zodat we kunnen zakken in het water. Want op zich heeft de mens positief drijfvermogen, zoals we dat zeggen. Die kan, als hij ze inademt, dan kan hij net boven water blijven. Want wil jij dieper onder water, dan zul je dus je eigen moeten verzwaren om onder water te kunnen komen. En dat kun je dus regelen door je zwemvest op te blazen en leeg te laten. Kun je stijgen en dalen onder water. Heeft er dan geen bepaalde tegendruk ergens in je hoofd of zo? Ja, als je naar beneden toe gaat, dan zul je merken dat de druk wat toeneemt. En ja, goed, je ademt door je mond in door middel van zo'n inflator. En de zwembril die dicht je neus af. Dus je moet regelmatig even met je neus wat lucht in die bril blazen om de druk te vereffenen onder water. Wordt dat dan een beetje vacuüm gezogen of zo? Ja, dat wordt heel erg tegen je gezicht aangedrukt, omdat de druk van het water toeneemt. En je moet het zelf eventjes uithalen om die druk gelijk te maken. Binnen- en buitendruk wordt dan gelijk en dan merk je niks meer. Ja, jullie hebben allemaal van die afdruk van brillen op je gezicht staan. Dat komt daardoor dus? Dat komt daardoor, ja. Daar zijn wij een beetje te laat geweest om die druk te vereffenen. Ja. En dat voel je dan ook wel onder water. Maar goed, dat doe je dan vanzelf weer wel corrigeren. Ja. Maar het moet er goed afsluiten natuurlijk. Dus ja, het moet wel strak zitten. Ja. Dan zie ik bij jou twee van die dingen, maar je bent alleen. Ja, we hebben twee inflators. Dat is verplicht. We hebben het eentje voor ons eigen en duiken doe je altijd met z'n tweeën met een buddy. En je moet elkaar kunnen helpen als je in de problemen komt en dan kun je dus één zo'n inflator aan je buddy geven als hij in een probleem heeft. Dus als hij zonder lucht komt te zitten, dan kan hij de andere nemen. Hoe kunnen jullie met elkaar communiceren? Dat doen we door middel van handsignalen. We hebben er een aantal. De eerste belangrijkste is zo dat alles oké is. Zo is omhoog toe gaan, zo is naar beneden toe. En als we zo doen, dat betekent dat het niet zo goed gaat. En zo een aantal dingen van kijk naar mij of dingen herhalen. Dus dat doen we allemaal door middel van handsignalen. En nou oefenen jullie hier in het zwembad. Wat oefen je dan? Wij oefenen hier eigenlijk alle vaardigheden, de skills. Want jij kunt natuurlijk als je gaat duiken, dan kan er van alles gebeuren. Je kunt je duikmasker verliezen doordat je ergens tegenaan zwemt of een collega die stoot tegen je aan. En dan moet je ook leren om dat ding onder water weer netjes op te zetten en het water er weer uit te blazen. En zulke dingen oefenen wij hier onder water. We oefenen ook gewoon om het zwemvest onder water uit te doen, met de fles en al en weer aan te doen. Loodgordel uit, aan. En elkaar in de omhoog te helpen op een veilige manier. Dan moet je eerst in het zwembad oefenen en later kun je naar buiten. Ja, kun je dat nog wat verder uitbreiden. Ja, want het is wel de bedoeling dat jullie als het mooi weer is ergens buiten gaan zwemmen. Ja, we moeten nog een aantal buitendijken maken. Want wij zijn nu met een aantal mensen in Rijsbergen, hebben het eerste buffet de theorie gehaald. En dan moeten we nog een aantal buitendijken maken om echt te laten zien wat je kunt, zeg maar. En dat gaan we denk ik ook in de Gelderse Meren doen, dus lijkt me wel. Eigenlijk een soort rijbewijs? Ja, een soort rijbewijs hebben we eerst de theorie gehaald en dan moeten we daar nog voor de praktijk op. Zo kun je het wel zeggen, ja. Als mensen nou zeggen van nee, dat lijkt me wel wat, waar kunnen ze dan terecht? Dan kunnen ze terecht via de website van onze vereniging. Dat heet de Waterman Dive Center in Tilburg. Ik neem dat ook nog wel even in beeld komt.
Nou, ik wens jullie veel plezier nog hier in het water vandaag. En ik hoop dat, ja, kunnen er veel mensen meedoen? Ja, in principe willen we graag een club van 15 mensen hebben. Dat zou ideaal zijn. Ja, dan kunnen we hier ook in het zwembad wel regelen dat we, ja, met z'n allen dat bekostigen. En dan kun je in de winter ook doorduiken. Hè? Heb je ook een bepaalde dag dat je oefent? Nee, in principe hebben we nog geen vaste dag, maar we willen het proberen op een vrijdagavond te plannen. Je mag nog even in de camera een oproep doen. Ja, vooral kijkers naar dit programma. Ik wil toch mensen uitnodigen om die er interesse hebben om zich te melden bij de Duikersclub. Zodat we samen wat leuke dingen kunnen gaan ondernemen. Dus wees van harte uitgenodigd. Moeten ze dan zelf ook al spullen hebben eigenlijk? Nee, in principe als ze de cursus gaan doen, dan kunnen ze van de duikerschool tijdens de opleiding de spullen lenen. En dat zit in de cursus geld inbegrepen. Ja. Nou, ik hoop dat er veel mensen zich aanmelden en dat we nog een keer terug mogen komen. Why do I do all the thinking? Why do you do all the work? Is it 'cause I think I'm dying? When I'm working as a clerk, I'm swimming into deep water. Would you help me one more time? I'm trying all my best to keep life going. I'm swimming into deep water. Would you help me one more time? I'm drowning, but I'd like to stay around for a while. Though I'm always busy hiding, though I'm always on the run, it's not you that I am fighting, it's the clouds while you're the sun. I'm swimming into deep water. Would you help me one more time? I'm trying all my best to keep life going. I'm swimming into deep water. Would you help me one more time? I'm drowning, but I'd like to stay around. Voor mij was het een geweldige ervaring om mee te mogen duiken met de duikclub uit Tilburg. Wat een rust onder water. Je komt in een heel andere wereld terecht. Ik dank daarom de duikclub voor de prima begeleiding en ik heb met volle teugen genoten. Maar bleef ook het avontuur en kijk nog even naar het filmpje Duiken in Nederland. Daar gaat er een wereld voor je open.